SKV Wageningen 2. Ja, ze zijn er! En ik dacht eerst, ze hebben wel een hele oude keeper, maar dat blijkt dus de vlaggenist te zijn, de grensrechter. Mario Amati, hartelijk welkom. Ja. Wat kun je vertellen over deze geweldige voetballers? Nou ja, ik ga vaak op vrijdagavond en zaterdagavond naar de kroegen. En ik ontmoet al deze jongens daar. En op een gegeven moment, omdat ik zo vaak daar kom, hebben ze mij gevraagd om dan toch een keertje om met hun wedstrijden te gaan kijken en te gaan vloggen. En ja. Ik heb ja gezegd. Dus. Maar je bent Italiaan, toch? Ik ben zelf Italiaan, met een Indische moeder. En ik wil gaan vloggen omdat ik dus nu al 68 jaar ben. En ik vind het toch wel belangrijk dat op deze leeftijd dat je toch altijd in beweging blijft. Heel belangrijk. Mooi, ja. Mooi. En dat hoort dus ook wel in dat je heel veel moet rennen. Ja. Langs terrein. En dat is een vlak apart, moet ik zeggen. Hebben beelden ook van je? De schermte is iets minder. Je hebt iets meer. Nou ja, ze zeggen het altijd. Ik moet op de laatste man gaan letten. Kijk, maar ja, als iedereen. Ja, kijk, dit is buitenspel, zeg jij. Ja, hier, ja. Ik weet het niet. Wat zijn ze? Altijd vlaggen? Altijd vlaggen? Gewoon vlaggen. Als die bal naar voren gaat, gewoon vlaggen. Geweldig. Ja, het is wel bij de thuisgrensrechten vaak. Dan gaat die vlag onafgebroken omhoog. Ja.